naar het lijstje van de Belgen. Ze zijn met 9. Wereldkampioen Bart Welles heeft startrecht. En daarnaast de geselecteerde. Met de vooral uitkijken naar Komijnen. Die dus eigenlijk Peter van Sandvliet komt vervangen. Van Sandvliet die er nog bij was. In de eerste cross in Wortegem, Petegem. Ook de Tsjechen zijn met 9. Omdat Mlinar als leider van het UCI-klassement ook startrecht krijgt. Ook uitkijken naar Pospisil en de jonge Radomir Simonek, junior eigenlijk, die goed op dreef is. Met Blask gaat het een klein beetje minder, die heeft rugklachten. Ik tel slechts 5 Nederlanders. Groenendaal uiteraard altijd betrouwbaar en goed op dreef. En de snelle starter Camille van den Berg, je ziet hoe lang die meegaat. Gadret, de Franse kampioen, is wat minder goed bezig. Bij de Zwitsers Baumgartner. Dat is de man van de toekomst, Heule, de man van nu. En ook de oude Wabel is er nog altijd bij. Fransoy bij de Italianen, opgepast daarmee. Uitkijken bij de Spanjaarden naar Secco. Slovaken zijn te verwaarlozen. Page, die is ook al een tijdje goed bezig. Dan de Duitsers, ze zijn met 6 naar hier gekomen, geen kanshebber. Bij Polen vooral uitkijken naar de gebroeders Chil, Korzeniewski. Het gaat wat bergaf met die Korzeniewski. Kuzniak, dat is een jong talent. Een Luxemburger, 2 Denen en een Oostenrijker. U merkt het, dames en heren, het is een tweestrijd België-Tsjechië. Veel meer is het niet, hoor. En laten we hopen dat er in de toekomst nog wat meer van al dat fraais, wat je ook hier te zien krijgt, uit andere landen komt. Hè? Dus de beste van het UCI-klassement staan voorop. Met Mlinar, u ziet daar ook Ben Berde, Tom van Oppen, Mario de Klerk. Hele belangrijke race voor Mario de Klerk. Wat doet hij? Als hij hier presteert, zet hij door. Maar stel dat het ook nu weer misgaat in het kopje, dan zou het wel eens kunnen dat hij hier zijn allerlaatste wereldbekerwedstrijd rijdt. Dit is Mlinar, de winnaar van Wortegem, Petegem. De verrassende winnaar. Straks wellicht nog wat meer daarover. Want er zijn een paar verhalen te vertellen over die Mlinar. Ik zie dat de UCI-commissaris toch een beetje druk doen. Die meisjes mogen daar weg. Zult u zich misschien wel afvragen, hoe komt dat nu? Een cross midden in de week op donderdag wel. Dit is onafhankelijkheidsdag, Independence Day. Voor de Tsjechen en de Slovaken. Want het is op 28 oktober 1918 dat ze zich losrukten van Oostenrijk. De bezetter van voorheen. De Tsjechische Republiek en Slowakije leven ondertussen al gescheiden, weliswaar broederlijk gescheiden, sinds 1993. Ik denk dat we er nu helemaal klaar voor zijn. Niet onbelangrijk die start, want het is een snelle omloop. Dus zeggen de Nederlanders een hoge cross. Sven van Toornhout schrijft die maar op als topfavoriet. Samen met Nijs uiteraard. En Ausboer, die was zowaar geschrokken van het pistoolschot. Het was de man op de voorgrond, de Tsjechische kampioen. Ook een goede starter. Hij komt nu als eerste over de streep hier. En hij is ook goed weg. En ook traditiegetrouw Camille van den Berg goed mee voorin. Die draait als vierde hier op die asfaltstrook. Hier loopt het nog een beetje bergop. Ongetwijfeld gaat u de meeste stroken van dit parcours nog herkennen. Want als ik dat goed inschat, is het de vijfde keer al dat we hier rechtstreeks gaan. Vervekke heeft zich wat laten wegdrummen. In het gezelschap, staat ook een beetje achteraan vanwege ja, een beetje een wat minder periode na al die pech van de voorbije weken. We zien Ausboer goed starten. Het was te verwachten dat de Tsjechen hier goed voor de dag zouden komen. Ook Dlask daar in circa 8e, 9e positie. Van Toornhout zien we naar het wiel schuiven van Sven Nys. En ik meen dat Radomir Simonek junior als tweede draait. Voortdurend lusjes trekken en daardoor toch af en toe wat niveauverschil inbouwen. Dat hebben de organisatoren hier gedaan. Er zijn ook op 2 plaatsen trappen. Moeten we absoluut zeker van de fiets. En dan is er ook nog een plaats waar 2 balken ligt. En eens kijken wat Nys daarmee doet. Dat is Ben Berde. Het is een zeer overzichtelijk parcours. De camera's zijn ook goed opgesteld. Veel hoogtewerk, waardoor we hopelijk toch een goed overzicht zullen krijgen van de debatten. Nys goed mee voorin, ook Van Toornhout. De mannen die dus uitstekend op dreef waren de voorbije weken. Ook wel eens is beter gestart dan dat de voorbije crossen het geval was. We zien hem daarvoor, Lask, weer optrekken.
Het is een beetje een cross met een wat Vlaams karakter. Altijd moet het tempo er weer uitgehaald worden voor het aansnijden van een bocht. En dan moet dat weer de hoogte in. En dat werkt vooral na een half uur toch stilaan op het systeem. Ausboer, dan Simunek, dan zien we Nijs, Van den Berg, Sven van Toernout, Ben Berde, Bart Welles, Blask, Page en dan het koppel van Palmans. Met Mario de Klerk en Tom van Oppen. Van Oppen een beetje naar achter gedrumd. Het is een verkenningsronde. Uiteraard hebben de renners hier al een paar keer kennis gemaakt met het parcours. We hebben ook een paar gesprekjes gedaan met een paar renners. Onder meer met Sven van Toernout en ook met Sven Nys. De twee mannen van deze periode. En vooral voor Sven Nys is dit parcours niet zwaar genoeg. Zij een beetje ongerust. Waar ga ik ze hier in godsnaam uit het wiel rijden? Hier liggen die balkjes. En in 1998 bleef Nys hier op de fiets, ondanks het feit dat het hier bergop loopt, en sprintte hier van de rest weg. En ik zag daar iemand een duik nemen. Vermoedde ik toch. Ausboer, ex-wereldkampioen, vandaar de regenboogbandjes, dat is al 10 jaar geleden, dat was in Kokzijde bij de juniores, voor Gommers en Ben Berde. Hier gaan we naar het lagere gedeelte van het parcours, lager gelegen gedeelte. Om dan weer via een paar lussen naar die laatste trappenpartij te hollen. Daar waar Vervecke eigenlijk afscheid nam van Blask en Mario de Klerk. Weet je dat nog? Die zich daar een beetje breed zetten. En op die manier Blask een beetje de weg versperde. Welles doet dat uitstekend. Je hebt de indruk dat Bart Welles inderdaad bij ieder cross wat vooruitgang boekt. Hier is Frans Hooy in het rood. U weet dat in de wereldbeker van nu de renners mogen opteren voor merkentruien. Hoeft dus niet in de landentruien te starten. Ausboer die voelt zich in zijn sas. Dat zagen we vroeger ook al wel eens op gelijkaardige omlopen hier in Tsjechië. In Pilsen bijvoorbeeld. Dat hij altijd goed uit de verf kwam. Waar het hard was. Hier Ausboer. Het heeft een tijdje geduurd voordat hij zich wist te manifesteren bij de profs. Maar nu lijkt hem dat toch wel een beetje te lukken. De balken liggen overigens 40 hoog. En er is 5 meter tussen. Oorspronkelijk hadden ze ze op 8 meter gelegd. Dat zou het voor een Nys en andere acrobaten, Las kan dat ook, een stuk interessanter gemaakt geweest zijn. Maar dan is de UCI tussenbeide gekomen en hebben ze gezegd van, oh nee, een beetje dichterbij in alsjeblieft. We begrijpen dat niet goed. We zien graag dat stuntwerk. Ausboer legt er in elk geval de pees op. Nys peddelt makkelijk bij. Meningen over de aard van het parcours zijn een beetje verschillend. Peter van den Abele, zeg maar de grote crossman bij de UCI, die heeft gezegd, ze gaan afzien. Van Toernout doet dat weer uitstekend. Als we het goed hebben, zijn we hier nu op weg naar die tweede trappenpartij. En dat zijn de trapjes waar Vervecke wereldkampioen werd. Voilà. Nu ligt het parcours er iets anders bij dan toen bij het WK. Daar rechts ligt een schooltje en dan gaan we heel even door het peutertuintje. Er is daar ook een brug gebouwd. Daar moet je serieus bij trekken. Wellicht staat daar geen camera om dat op te vangen. Dus hier een vertraagde weergave en dan maar afwachten wat straks het zicht hier bij de streep allemaal laat zien. Maar we pikken hierin met die hoogtecamera. Nys heeft de kop genomen. Ausboer aan het wiel. Dan nog altijd de jonge Simunek die uitstekend op dreef is. Won 2 keer de voorbije week in Losditje en dan bij de belofte in Hammezoggen. Hier Van den Berg, altijd snel gestart. En dan Blask, maar je ziet dat hij al op de tanden moet bijten. Er zit toch al wel wat rek op hoor. Nys komt hier als eerste door. Van Toernout komt daar nu aan het wiel van Van den Berg. Hier Blask, hier is Bart Welles. Heel even een gaatje moeten laten.
Dus drie Belgen bij de betere. Maar je ziet dat ook Bart zich al moet dubbelplooien om een gaatje te dichten. Heel even kijken hoe het met zijn hartslag zit. Nee, is makkelijk. Zoals hij de laatste weken al een tijdje aan het rondcrossen is. Van Turnhout. Ook imponerend. Heel even naar voren schuiven en dan eens even checken hoe het met de rest zit. Ik denk dat Nijs nu al weet hoe laat het is. Aan die West-Vlaming gaat hij weer de taaiste brok hebben. En Welles die komt nu aansluiten. En dan een kleine opening en dan zien we uit het duo van Palmans. Dacht ik toch, in alle vlucht voorbij komen. Parcours nagenoeg over de volle lengte zeer breed. Een stuk breder in, dan in Amazone. Waar je af en toe toch wel een engte had. Waar je ook zin voor risico moest hebben. En dat was Nijs IJssona fataal toen hij daar tegen dat paaltje vol aanknokte. Het heeft hem een spierscheurtje opgeleverd in de rechterschouderpartij. En we zien dat Van Turnhout die resoluut naar de kop gaat. Ik heb de indruk dat hij met de cross vertrouwen bijwint. Meende ook Komijnen in een volgend groepje op kop te zien. Het zou wel eens kunnen dat hij voor de aansluiting wil zorgen. Sven van Turnhout uiteraard zeer gemotiveerd op dit parcours. Hij werd hier per slot van rekening, zoals ik al zei, wereldkampioen bij de belofte. In 2001. En zette toen een onwaarschijnlijke reeks bij de Belgen verder. Na twee wereldtitels voor Nijs en voor Bart Welles. De twee Svennen, de mannen van het moment, hebben blijkbaar besloten elkaar wat af te lossen. Maar kijk wat er allemaal in het zog hangt, hè. Ben Berde sluit daar als laatste aan, circa tiende positie. Welles kwam hier op de streep voorbij op 5 seconden, Vervecke op 18 seconden, Jacobs op een halve minuut. Groenendaal, slow starter, weet u wel, op 35 seconden, Mlinar op 41 seconden. De winnaar van Wortegem-Petergem, die nog altijd dus op kop staat in het UCI-klassement, maar dat zou wel eens kunnen veranderen. Van Turnhout die is ondertussen op een 15-tal punten gekomen. En kan met zijn zege die trui gaan overnemen. Nijs die doortrekt. Simulek, dan Ausboer, hier Lask, maar die moet op de tanden bijten. Hij zit met rugklachten van den Berg. Welles, Komijnen, goed, de Klerk. Oeh, een slipper van Turnhout. Dit zijn van dat soort kleine foutjes dat je moet profiteren. Maar kijk eens met wat een vlotheid die jonge Simunek ook dat technische werk voor zijn rekening neemt. Hij is op het trappenwerk, waar hij vroeger zeker niet van hield, maar dat moet nu maar gaan veranderen. Hij heeft daar namelijk ook wat meer op getraind. Hier Welles, dan Komijnen, de Klerk. We missen Van Noppen een beetje, daar zit hij. Hier Berde. Dan zien we Pospisil, Vervecke hier. En ik dacht ook nog Jacobs voorbij zien te schuiven. Hoe zit dat nu, Sven Nijs? Was dat een beetje gespeelde onzekerheid hier? Goed, anderhalf uur voor de cross. En wil je dat nu al uit je lijf rammen? Is mogelijk. Ook een hele goede techniek bij die Simunek. Heeft hij natuurlijk van zijn pa, bij wijze van spreken, met de pap meegekregen. En hier dan Komijnen met de Klerk. Een beetje verscholen hier achter Pospisil van Noppen. En hij is op een gloednieuwe fiets. Aluminium frame, daar moet verandering aan komen. Colnago heeft hem een ander frame, een nog lichter frame, uiteraard uit carbon beloofd. Kijk eens, de kracht die er van die Simunek uitgaat. Staat ons wel aan hoor. Ook een fraaie stijl. Bij Van Turnhout oogt dat altijd een klein beetje zwaarder. Zo'n beetje een zwoeger, maar vergis je niet. Het is ook iemand die blukt van het talent. En Ausboer die gaat uitstekend mee.
8 seconden. Maar dat is allemaal een klein beetje relatief. Het is maar voldoende dat er hier vooraan niemand zegt, bijvoorbeeld Nijs. Het verschil is niet groot genoeg dat hij wat gaat inhouden. Kan natuurlijk niet blijven aan de kop liggen te sleuren. Dat hij wat inhoudt en dat daardoor eventueel een groepje of een paar mensen weer komen aansluiten. Dat hebben we ook gezien in Amazoggen. Maar dat draaien en keren, dat is best afmattend hoor. En dat bruggetje, dat houten bruggetje hier, dat is akelig stijl. Kijk naar de elegantie bij de eerste twee. En let ook op, Sven Tournau draagt zijn fiets links. Dat kan een probleem opleveren bij de materiaalposten. Nu, er moet al veel gebeuren om hier materiaalpech te hebben. Maar het zijn linkse posten, zoals dat heet. Hè? En dat kan toch wel wat voor geharwar zorgen bij de passages aan die posten. Dat is wat ik bedoelde. Nijs legt er de pees heel even af. Vraagt alsjeblieft, jongens, pak over. Doe ook iets. Ausboer doet dat. Ausboer, Van Tournout, Simunek, Nijs. En dan zien we het last komen. En toch al behoorlijke verschillen, hoor. Dit is Lask. En hier komen de andere Belgen. Het trio van Palmans. Met Van den Berg, met Bart Welles, die een beetje naar achteren schuift. Hier is Berde, met Vervecke, die goed opgeschoven is naar voren. Dan zagen we ook Pospisil, meen ook Jesek en Jacobs snel gezien te hebben. Kijk ook naar het grote verzet dat die Ausboer trapt, doet hij meestal. Ja, laten we niet vergeten, dit is na het WK en na het Tsjechisch kampioenschap hun belangrijkste cross. Hè. Hier hebben die mannen naar gepiekt. Je ziet dat ook aan de timing van de Budvar Cup. Dat is een soort van Gazet van Antwerpen trofee veldrijden in de Tsjechische cross. De meeste van die crossen zijn al achter de rug. En dat is eigenlijk allemaal pieken naar dit hoogtepunt hier in Tabor. Kwart van de cross achter de rug. De voorbije wedstrijden hebben we gezien dat meestal het laatste kwartier alles bepalend is. Dus altijd opletten met het trekken van voorbarige conclusies. Maar nu toch al durven stellen dat die Van Tournout een enorme stap naar voren gezet heeft. Terwijl Simonek daar heel even in de problemen zat. En een van de andere Tsjechen probeerde aansluiting te krijgen. Met z'n tweeën gaat dat misschien wel makkelijker. Het zou Lask moeten zijn. Hè? Lask die kwam hier op 8 seconden voorbij. Dan op 13 seconden een groep met Welles en Berde. Op 36 seconden Jacobs. En op 42 seconden Groenendaal en Franzooi. Van Franzooi hadden we meer verwacht. Hier Lask. Voorlopig is er van die rugklachten weinig of niks te merken. Maar dit kost kracht hoor. Iedere keer weer die gaten dicht. Het Lask doet dat. Van Noppen moet dat doen. Vervekken. Dan zien we daar uit de achtergrond komen. De Klerk zagen we als een leeuw op de tanden bijten. Hij moet door die verschrikkelijk zware momenten heen. Wil hij nog crosser blijven. Volgende trappenpartij. Altijd weer Ausboer, Van Tournout, Nijs. Lask die naar zijn rug tast. Simunek, Van Noppen, Komijnen, De Klerk. Hier is Vervecke. Hier Ben Berde. Van den Berg, een beetje logisch dat hij wegzakt. Jetsek hier. Bart Welles. Toch ook wel druppelsgewijs wat naar achteren schuivend. Ik denk dat Nijs zich in de handen mag wrijven dat die Ausboer het volle pond geeft. Laatste manche voor de Budvar Cup hier in Tsjechië, in de Tsjechische Republiek. Gewonnen door de jonge Radomír Šimunek, die we daar als vierde zien opdraaien. En daar was Ausboer zesde. Radomír Šimunek rekende daar af in een sprint met twee.
Het Mlinar, die hier in het stuk niet voorkomt. De winnaar van Wortegem-Petegem. Ik had u een verhaaltje beloofd. Wel, die Mlinar die is naar Wortegem-Petegem afgezakt met één fiets. Was oorspronkelijk niet echt zinnes om daaraan mee te doen, maar was goed op dreef in de voorbereidende cross hier in Tsjechië. Klaucek, de nationale coach, had dat gemerkt en had gezegd van waarom zou je het niet eens proberen. Maar het is met één fiets, dus zonder reservemateriaal. Heeft daar een enorme smakkert gemaakt, is tegen de grond gegaan. En gelukkig was er niks mis met het tuig, want anders kon hij het schudden. Had hij die eerste wereldbekerwedstrijd nooit gewonnen. Hier Komijnen met de Klerk. En Vervekken. En Ben Berde. Hier moet Jetschek komen. Weer naar de trappen. Ondanks de vrije dag voor alle Tsjechen is de publieke belangstelling niet overdonderend. Goed uur voor de cross zag je hier vooral Vlamingen. Supporters die wellicht bij ons een vrije dag genomen hebben of een paar vrije dagen in met de wagen die lange afstand overbrugd hebben. Ook de meeste van de renners hebben gekozen voor een transfer met de camper. Sven van Toornaat, slim als hij is, die heeft een ticket weten te versieren bij Lefevre, bij zijn ploegleider. Die zat gisteren op onze vlucht van Brussel naar Praag. Tabor, een goede 90 kilometer ten zuiden van Praag. Van Loppen komt mee voorin. Drie Belgen vooraan. Het is Bart. In het spoor van Frans Hooy. Dat zijn de wereldkampioenen, respectievelijk belofte en elites van Monopoly. Dan de Fransen komen niet in het stuk voor. We zien Page moeizaam naar voren schuiven en ik mis Jacobs een beetje. Kwam daar net uit de bocht. Ausboer loopt daar wat weg en de slimme Lask zet zich een beetje breed, geeft hij wat ruimte. Kijk eens, opgelet, belangrijk moment. Slim bekeken van de Tsjechen. Op die manier heeft de Ausboer wat het ruime sop gekozen. We zijn bijna 25 minuten aan het crossen. Hier is de man van de eerste snelle wedstrijdronde. Ik denk dat Nijs nu een beetje de kat uit de boom wil kijken. Een beetje wil spelen met Van Toornaat. Vriend, is niet aan mij om alle gaten, alle bressen te dichten. Ik ga me niet blijven nerveus maken. Doe er ook eens iets aan. Van Oppen, heel knap in die bochten. Ook Komijnen rijdt een uitstekende koers. En levert daarmee ook het bewijs dat die opgave in Hammezoge, dat dat zuiver een psychologische kwestie was. Een pak privéproblemen voor Komijnen. We gaan daar niet over uitweiden. Maar vandaar dus een wat trieste, wat vreemde opgave. Ausboer. Ja, zeg nu zelf. Het is een beetje aanpassen, hè? Een buitenlander voorop in een cross. Zijn we niet echt gewoon. Hier is een samensmelting tot stand gekomen. Vervekken heeft alles teruggebracht. Maar dan kijken naar die aangezichten. Dan zie je dat ze daar even moeten bijpuffen. En ondanks dat moeilijk moment ook de Limburger Berde weer mee vooraan. Dit is het technische stuk waar Nijs het meest van houdt. Zoals dat voorspeld kon worden, het wordt België-Tsjechië. Met voorlopig een Tsjech, de kampioen nota bene, ligt in het voordeel. Je hebt voortdurend het gevoel dat als deze twee de handen in elkaar willen slaan, dat ze dan zo naar die Ausboer toe rijden. Maar ze moeten dat natuurlijk ook willen. Dit is de achtste in het UCI-klassement. Hij heeft 179 punten. Mullenaar heeft er 415. Maar er moeten nog wel een paar crossjes in verrekend worden. Dat gebeurt maandag. Maandag na de wereldbekercross is het altijd rekendag. En dan wordt er bepaald wie de volgende leider wordt. Beetje ongelukkig, want op die manier
kan je straks geen nieuwe leider in dat klassement op het podium lauweren. Belangrijk moment nu, wie neemt hier nu het initiatief? Nijs niet. Dus Van Toornout, jij dan maar. 10 seconden hebben ze. Geen man overboord. Zeker niet panikeren. Lask, die gaat op zijn gemakje rijden. Die weet zijn kampioen, zijn landgenoot voorin. Dit komt die Asboer goed uit. Komijnen terug, de Klerk terug. Van Toornout, Nijs. We missen dus Berde, die komt hier. En Welles. Conclusie, we hadden van Welles toch wel wat meer verwacht hier. Ah, de mannen van Charles Palmans nemen het initiatief met Van Oppen. Maar in de voorbije cross hebben we dan altijd gezien dat dat maar voor een paar honderd meter, pakweg 500 meter is. En Asboer ligt al een volle lus voor, hoor. Passage hier bij de vorige doortocht, dus dit groepje op 10 seconden. Fransoy en Welles op 37 seconden, dat is een ietsje dichter gekomen. Mlinar op 46 seconden en Groenendaal, hadden we niet verwacht, die verachtert. Nu al bijna een minuut op 58 seconden. Gebrek aan verstandhouding bij de Belgen, dat zie je aan de gebaren. De Tsjechen die daar vooraan komen postvatten om op die manier het tempo te drukken. En dat is voor deze Asboer ideaal om extra seconden te nemen. 22 seconden al. Het loopt op. Van Toornout die zich tot doel gesteld had een super prestigecross winnen. En dan nog eens een andere grote, liefst een wereldbekercross. En daar komen Fransoy en Welles. Die waren geklokt op 37 seconden. Op die manier krijgen ze eigenlijk een cadeau en komen ze terug aansluiten. En ook Mlinar gaat dat doen. Asboer, ik zei wereldkampioen in 94. Nee, doe daar maar een jaar van af. Doe er een jaartje bij, dames en heren. Dat was in 93 in Korva. Het jaar erop, in 94, werd hij tweede. Nagommers. Dat is de juiste versie. Dus uitstekend bij de jeugd. Toen nog alleen wereldkampioenschappen bij de juniores. Bij de belofte was dat toen nog niet het geval. En zoals dat vaker het geval was met de Tsjechen, na de juniorescategorie wat terugzakken, wat terugvallen. Een beetje in het moeras verzuipen. Maar blijkbaar zijn ze nu weer goed op dreef. Beetje beter gestructureerd, gemotiveerd ook. Een bondscoach die dag en nacht met de cross bezig is, die Klaucek. En dat levert blijkbaar resultaat op. Altijd belangrijk, wie rijdt daar op kop? Van Oppen die heel even voor Lask schuift. En Van Toornout die schurbelt. Dat is veelbetekenend. Er zit geen vaart in. De angst om te verliezen van een andere Belg is groter dan de drang om zelf te winnen. En het verschil blijft oplopen. Het wordt een afknapper. Tak, 33 seconden. Ze hebben hem weer een dikke 10 seconden cadeau gegeven. En Welles is terug. En Fransoy is terug. En straks ook Mlinar. We krijgen hier een peloton van een man of 15. Zelfs de Fransen kunnen plots weer mee. Oeh, opletten toch voor stuurfoutjes. Camille Asboer. Er toch even bij zeggen dat we 32 minuten ver zijn. Het zwaartepunt van de cross moet nog altijd komen. 33 minuten, nog 4 ronden. Van Toornout, die dan toch op zijn 23e zijn verantwoordelijkheid gaat nemen. Maar we zagen dat ook al vorige week. Nijs die altijd voor snelle rondes zorgde in Hammershoge, dat was zondag.
En als het dan overgenomen werd door Van Toerenhout of door Van Noppen, dan zag je dat tempo altijd een beetje zakken. En dat is ook nu weer het geval. En als ze dat nog een ronde gaan doen op deze manier, dan gaan ze straks vaststellen dat ze crossen voor de tweede plaats. Hier Frans Hooy. Hier zit Baumgartner aan het wiel van Pospisil. Die is wat naar achter gezakt. En Las komt veel beter voor de dag dan hij zelf kon vermoeden. Lang opgeschoten als hij is, altijd al wat last gehad van een tere rug. Van bij de jeugd al. Zo'n beetje zijn kritiekpunt. En hij is dan toch weer naar de kop. De Tsjech Slamalik wordt daar een beetje naar achter gedrumd. Voor Berde is het net als in Hammezoggen toch een klein beetje overeind blijven. Mocht u alles nauwgezet bijhouden, u hoeft dus geen rekening meer te houden, dames en heren, met een individueel wereldbekerklassement, want dat wordt niet meer opgemaakt. Het is wel zo dat deze wereldbekercrossen het zwaarst doorwegen in het UCI-klassement, omdat de winnaar hier 300 punten krijgt. Alleen in een WK krijg je meer. Nog altijd 30 seconden, toch 5 seconden eraf. Er is dus nog altijd zoiets als een klein beetje hoop. Hier is de eenzame Ausboer. En die boert rustig voort. Nog 3 laps, 3 rondjes. En ze komen nog niet eens in beeld. Er is een versnelling geweest van Sven Nys. En hij blijft versnellen na de bochten. Van Toerenhout hebben we gezien in Hammezoggen, die reed dat telkens goed dicht. Ik heb de indruk dat de Klerk wel degelijk crosser gaat blijven. Dat hij niet zomaar gaat plooien. Kijk Nys, als je nu echt een grote bent, dan ga je hier nu niet zitten te mekkeren, niet zitten te klagen, dan moet je zelf dat gat gaan dichtrijden. En niet zitten smeken om over te nemen. Het beeld van de voorbijcrossen wordt bevestigd. Dit zijn de betere 3 van ons land. En Vervekke, altijd een klein beetje achter de feiten aan Holland. Zeker niet de beste Ben Berde. Komijnen die al blij is dat hij hier zit. En van Bart Welles geen spoor meer, hè? Tenzij u hem daar tussendoor gezien hebt. Die komt hier nu aan de streep voorbij. En ik heb de indruk dat hij bezig is de pijp aan Maarten te geven. Kwam hier freewheelend voorbij op 1 minuut en 12. Zijn punt van afspraak was de Koppenbergcross. Daar wilde hij terugwinnen. Dat wordt een probleem, Bart. Van Toerenhout nu toch vinnig overgenomen. 5 Belgen nu in de achtervolging hebben de Tsjechen dan toch wel een rijtje achteruit geschoven. Aan de lichaamstaal van Blask te zien zijn er toch wel wat sporen van verval. In principe is het nog een kwartier crossen. Ondanks het feit dat het er hier beenhard bij ligt, toch even zeggen dat het materiaal hier stevig afziet. Dat viel ons ook al op bij de opwarming. Vooral de remmen hebben het hier zwaar te verduren. Het was een schril gepiep van je welste. En voor de kenners, Nys en de andere betere Belgen, vrij veel druk in de tubus. En met een normaal profiel. Tubus van 30 mm. Hij is 42 minuten bezig, Ausboer. En wat hij laat zien, ziet er nog altijd uitstekend uit. Na die wereldtitel bij de juniors in Korva, dus die tweede plaats bij de juniors in Kokseiden in 1994. Toen was hij 13e in het enige EK dat er ooit georganiseerd is, in die periode tenminste, voor belofte in Eschenbach in 1995. Ondertussen is die draad vorig jaar weer opgenomen. En krijgen we straks, over een week,
Terwijl Van Toenhout daar als eerste uit de bocht komt voor Van Noppen en Nijs. Maar krijgen we dus in Vossen weer een EK voor belofte voor juniors en ook voor vrouwen. Maar in dat EK in 95 in Eschenbach was Asboer 15e. En een jaar later bij de belofte een wereldkampioenschap in Montreuil. Daar was hij 5e. Maar opzetten, aandacht nu voor Van Toenhout. Een tussensprint geplaatst en nu Nijs weer in het defensief. 23 seconden. We hebben er toch weer wat afgedaan. Het zal toch wel ongetwijfeld zo zijn dat Nijs ook naarmate de cross vordert wat meer last gaat hebben van die schouder. Die ziet nagenoeg purperblauw. Die bloeduitstorting is ook wat afgezakt. Dat is een beetje klassiek naar de lagere delen van die rechterarm. Maar voor het dragen van die fiets speelde dat hem geen parten. Maar als je het mij vraagt, hè, gaat Asboer deze cross winnen. Ondanks de inspanningen van Van Toenhout. En hij is niet echt dichterbij gekomen. Nee. 34 seconden. Het waren er daarnet 24. Ze zijn dus weer 10 seconden gaan prijsgeven. Niet te geloven. Vraag mij niet naar denderende uitslagen in superprestige, in wereldbekercrossen, hoe dan ook van deze mens, want die heeft hij niet. Zelden of nooit in de top 15 geraakt. Ik zie, in 99 was hij 11e hier in Tabor. En Van Toenhout probeert het dan nog eens. Van Noppen daar dan weer naartoe. En op die manier zijn de Belgen elkaar aan het nekken. Ik zie bij die Augsburg ook ooit nog eens een 14e plaats. In 98 was dat in Eschenbach. En een 15e in Praag. Voor de rest niks aan uitslagen. Van Toenhout. Alleen dus op 29 seconden. Dit is zeker niet de Nijs van de voorbije dagen, de voorbije weken. Anders was die natuurlijk al lang weg. In feite is deze Asboer de jongste jaren in Tsjechië overvleugeld. Op het WK in Zolder, een beetje vergelijkbaar met dit parcours, was hij 11e. En zou Van Toenhout straks de beste Belg worden. En het zou dus ook wel eens kunnen dat hij mede door deze glansprestatie straks ook in slaagt om helemaal naar voren te schuiven naar de kop van het UCI-klassement. Omdat Blindhaar toch wel op ruime achterstand gereden wordt. Opgave van Welles. Het gaat bergaf met Welles. Misschien is daar wel een gegronde reden voor. En ik zie Mlinaar opschuiven. Opletten. Kan nog belangrijk zijn voor dat klassement van de UCI. Heeft namelijk een goede sprint. Hier Baumgartner. En rechts Komijnen. En Pospisil. Pospisil, net als Groenendaal, moet hij het eerder hebben van een trage cross. Blubber. In principe wordt hier de strijd voor de derde plaats gestreden. Ik zie dat Asboer 25 seconden heeft nog altijd op Van Toenhout. Die een goede 10 seconden weggereden is van deze mannen. Hou dan toch maar rekening met de sprintcapaciteiten van een Mario de Klerk, maar ook van een Vervecke. Die is zeker niet traag. Maar ze mogen die Mlinaar niet meenemen en die zit er wel degelijk tussen. Daar waar hij nog ruiterlijk toegaf, deze Sven Van Toenhout. Vorige zondag naar Hamersoge. Zeg maar dat Nijs op dit ogenblik de beste crosser is van het ogenblik. Zeker hier bij ons in België. Heb ik de indruk dat dat een beetje aan het keren is. En dat hij nu, ook door het initiatief dat hij neemt, afstand neemt van de rest. En hij heeft de jeugd met zich mee. Is 23. Zeer even bij deze wedstrijd blijven, want het verschil is nu 16 seconden. Het kan nog. Het kan nog. Sven Van Toenhout, jij moet het doen, jongen.
het kleuterschooltje uit. Er zal ook wel een stukje lagere school bij zitten, maar daar zit je de speeltuin. Dat was een gedubbelde medemens. En daar is Van Toornhout al. Het zou wel eens kunnen dat we hier de doorbraak van Sven Van Toornhout bij de profs aan het meemaken zijn. Mocht hij daar nog aan twijfelen, het is best mogelijk dat we over een maand spreken van grote drie. Hè? Met Nijs, met Welles, die toch ook hier over moet. Weliswaar door die matige zomer naar een wat minder seizoen, wat onregelmatiger seizoen zal gaan. Maar toch, die komt nog wel eens af en toe pieken. Maar met Nijs en Welles en deze Van Toornhout gaan we over drie toppers moeten spreken. En met Mario de Klerk weet je maar nooit. Hij komt akelig dicht. Ik zie het nog wel kantelen. Seconde of 13, 14. 14 wordt daar neergeplant. En dan Vervekken. Dat is voor de derde plaats. De Klerk is daar nog bij. Van Moppen. En ook Nijs. En Berde. In Fransoy die teruggekomen is. En Mlinar. Opluchting in het Oost-Vlaamse kamp. Het ziet er naar uit dat de Klerk crosser blijft. Want hij had in zijn gedachten dat hij straks na Harderwijk ook een wereldbekercross in Nederland een bilans zou opmaken. Loont het nog de moeite om gezien de omstandigheden de affaire Landuit hiermee door te gaan. Maar had dan voor zichzelf al uitgemaakt in een gesprek met de bondscoach Rudy Duby. Ik ga dat nu vandaag al doen. Hij houdt stand. En Vervekken lijkt me ook steeds minder last te hebben van die gekneusde rib. Na die smak in Wortegem-Petegem. Maar zo'n topseizoen als in 2001. 2001 was dat eigenlijk, gezien de overbrugging van de nieuwjaarsperiode. Dat zit er voorlopig niet in. En bij Nijs is het een beetje op, hoor. Het was dus niet echt van niet willen, maar wellicht van op dat ogenblik niet beter kunnen. Het zou toch interessant zijn om nu toch eens even gaan te piepen naar de kop van de koers. Hij is nog altijd alleen, Ausboer. En wordt ongerust. Kijk naar een lus dieper. En ik heb het gevoel dat Van Toornhout een klein beetje te laat aan zijn inhaaljacht begonnen is. Op die lange rechte stukken waar niet veel niveauverschil is, daar ga je niet veel terrein goed maken. Hou er ook maar rekening mee dat die Ausboer met zijn 29 al behoorlijk wat ervaring heeft. Dat hij af en toe toch ook wel relatieve rust zal ingebouwd hebben. Gezien die voorsprong van een goede 35, 40 seconden op een bepaald moment. En dat hij nu nog met wat reserves aan die slotronde bezig is. Wat zegt de chrono? 12 seconden. 2 seconden eraf, dat lijkt me iets te weinig. Voilà, de trappen. Dan is het binnen, hè. En dan krijgen onze Belgische toppers voor de tweede op een volgende keer in een wereldbekercross een klein pakje slaag. Nu, we gaan nog een aantal ereplaatsen bezitten. Dat is een feit. En deze Van Toornhout heeft het uitstekend gedaan. Heeft zich misschien wel een beetje te lang in slaap laten wiegen door vooral Nijs. U ziet het, 14 seconden. Hij weet zich zeker van een prachtige tweede plaats. We kunnen best een beetje begrijpen dat dat ook in de huiskamer een beetje vreemd overkomt. Als je altijd gewoon bent in het crossen te winnen. En je krijgt voor de tweede keer op je donder. Ja. Dan worden de wenkbrauwen wat gefronst. Hè? Maar zeg nu zelf, Camille Ausboer. Zitten zich op kop nagenoeg van bij de eerste meter. Schrok zich een hoedje bij het startschot. Zou hem dat opgepept hebben?
In elk geval, hij wint de tweede wereldbekercross van het seizoen. En hier in Tabor voor eigen volk, voor eigen publiek, moet dat een fantastisch gevoel zijn. 1 Ausboer. Tweede, Sven van Toernout. En dan opletten, belangrijk, die sprint voor die derde plaats, kunnen we die zien? Ja, Verfekke wordt hier derde. Van Oppen wordt vierde. Sven Nys zien we daar nog vijfde worden. Dan zien we Ben Berden. Dan Blinnaar. Fransoy. Gadré. Wieland van Gils of Nijland is het. Nijland. Dan Lask. Baumgartner. Jacek. Komijnen is over de streep. Ik zie ook Bina binnenlopen. Page. Mouret meen ik ook nog te herkennen. En hier een leeggestreden Sven Nys. Als topfavoriet van start gegaan, wellicht vanwege die schouderblessure toch wel een beetje last gehad, meer dan hem lief was. Zijn eerste kwartier was goed tot voortreffelijk, daar had hij eigenlijk de wedstrijd in handen. Maar dan heeft hij nooit echt zijn stempel meer kunnen drukken op het gebeuren. Integendeel, we vermoeten nog altijd dat het een beetje door Nys is dat Van Toernout zich wat liet in slaap liggen, dat hij te laat begrepen heeft dat er meer in zat dan die tweede plaats en dat daardoor deze Camille Ausboer zichzelf in de crosswereld kan verrassen. Maar nogmaals, we hebben het al eens eerder meegemaakt in een ver verleden dat de Tsjechen zich in Pilsen vooral in de superprestige toen wisten te overtreffen. De uitslag: 1 Ausboer, 2 Van Toernout, 3 Verwekken, 4 Van Oppen, 5 Nys, 6 Berden. Ik zie 5 Belgen in de top 6, maar we winnen niet. Dus een beetje aanpassen. Dan Mlinar op 7, Fransoy op 8 en Mouret, die is als eerste Fransman over de streep gewold als 9e. Dan Nijland, dan Lask, Baumgartner, Jacek, Komijnen, Kitsivat, Gadré, Labbe en Pospisil.